Op 18 en 19 september vinden de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Het debat hoogtepunt in het politieke jaar. En ook dit jaar reikt het Nederlands Debatinstituut weer de debatprijs uit aan de debater die het beste doet tijdens deze beschouwingen. En in deze video bespreken we Mark Rutte. Een van de prominente deelnemers aan het debat over de algemene politieke beschouwingen is Mark Rutte. En die wordt door vriend en vijand gezien als een absoluut toptalent als het op debatteren aankomt. Daarnaast is het ook van alle deelnemers degene met veruit de meeste ervaring. De vraag is dus, gaat Rutte lachend debatterend naar de finish of vergalopeert hij zich in zijn eigen nonchalance? Ja, aan de voorkant ziet het eruit dat het hele makkelijke beschouwingen gaan worden voor Mark Rutte. Want een begroting waar eigenlijk het kabinet geld uitdeelt en eigenlijk niet hele grote problemen waar het kabinet voor staat, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld vorig jaar, toen hij in zijn eentje de dividendbelasting nog moest verdedigen. Kortom, je zou zeggen dat Rutte makkelijke beschouwingen tegemoet gaat. En hij heeft ook ervaring, hij is er goed in door een mix van humor, scherpte en kennis op de dossiers en een heel groot talent in het aan de ene kant een debat versnellen, aan de andere kant vertragen daar die wil, kortom regie voeren op het debat, zou je denken dat Rutte niet de grootste uitdaging heeft. Maar het is juist op de momenten dat Rutte het heel makkelijk heeft, dat hij zich in het verleden toch nog wel eens een beetje vergalopeerd heeft, omdat hij te nonchalant wordt. En dat hij dan de Kamer een beetje tegen zich in het harnas jaagt, omdat hij misschien wel iets te makkelijk omgaat met de vragen die hem gesteld worden. Dat is hetgene waar Mark Rutte het meest voor moet waken. Dat hij luchtig blijft, tegelijkertijd zakelijk, de Kamer serieus neemt, maar wel zijn eigen regie blijft voeren. Vond je dit een leuke en interessante video en wil je ook de video's zien van de andere deelnemers aan de algemene beschouwingen? Of wil jij video's ontvangen waarin je zelf tips krijgt hoe je nog beter en overtuigender kan spreken? Dan kun je twee dingen doen. Allereerst kun je de video hieronder natuurlijk liken en jouw comments geven. Maar belangrijker nog, hierboven kun je je abonneren op het videokanaal van het Nederlands Debatinstituut.